Zo'n 500 leerlingen van het Insula College liepen woensdagmiddag in een stoet naar het Albert Schweitzer ziekenhuis. Daar legden ze bloemen en ballonnen neer. Eigenlijk hadden wij vandaag een tocht voor Gambia, voor het goede doel. Echter hebben we een paar weken geleden te horen gekregen dat een van onze docenten ongeneeslijk ziek is. En toen heeft een collega geopperd van, nou zou het niet mooi zijn als we er een soort van stille tocht van maken. Dat hebben we ook met de familie besproken en die vonden dat ook een heel fijn en mooi idee. Vandaar dat het dus een combinatie is geworden van voor Gambia het goede doel en voor haar. Dat de leerlingen hier voor haar zijn. Ja, hele enthousiaste docenten, hele lieve docenten met hart voor de leerlingen. Deed op allerlei gebieden ook dingen met muziek. Hè, waaronder we zijn een christelijke school, hè, waaronder de vieringen. We hadden ook een avond showtime waarin talenten mochten optreden. Ze leidde ook een schoolband met leerlingen, wat ze met veel enthousiasme deed. En die leerlingen die hebben daar ook ontzettend van genoten. En op die manier heeft ze ook de muziek doorgegeven. Ze was altijd wel heel erg vrolijk en ook altijd deed ze de werk heel goed. Ze was ook altijd positief over haar werk. En ja, altijd met veel plezier lesgeven deed ze dat, ja. Ze gaf muziek en dan gewoon bijvoorbeeld bij de piano's, hoe je dat moest doen, deed ze ook voor. En gewoon lesgeven, gewoon op het bord ook. Ik vond dat wel leuk. Ik heb er 1 jaar gehad, zeg maar, in de brugklas. Maar het is wel gewoon een hele aardige vrouw en ze staat altijd gewoon klaar voor je. En ja. Wil jij nog wat zeggen? Een gezellige les, want het was muziek. Dus ja, het was altijd gezellig daar. En ze kon zelf ook heel goed piano spelen en zo, dat was wel mooi. Ze zei altijd van muziek moet je doorgeven. Vandaar dat wij ook vandaag voor Gambia gewoon het door laten gaan. Hebben we ook met haar besproken. Vanavond is er ook een muziekgroep, die speelt didgeridoo. Muziek wordt doorgegeven. En ja, dat is denk ik heel mooi. En uiteraard heel verdrietig. Ook voor de leerlingen, voor de collega's, voor iedereen. En vooral natuurlijk voor haarzelf en voor haar gezin. Nou, ik ben wel blij dat ik dit gedaan heb. Ik vind het wel mooi voor haar. Ik denk dat het ook wel mooi voor haar is. Omdat ja, laatste dagen en dat heel de school dan zo naar haar toe komt. Dat is wel mooi voor haar, lijkt mij. De docenten heeft laten weten dat ze het gebaar van haar leerlingen waardeerde en de groet erg mooi vond.